Justin en welkom bij de planeet Computer Games. Nou, welkom bij de eerste aflevering van deze serie, Arcario, het spel der ballen. En in deze serie gaan we dus Arcario spelen. Ik heb al wat instellingen gedaan. En dan trouwens voor degene die nog niet wisten, als je Facebook hebt, kan je speciale bonussen. Dat wist ik ook pas sinds eergisteren. En ik speel het wel vaak. Maar ik heb het ongeveer al een week niet gespeeld. Dus dat is voor mij ook wel een beetje wennen. Maar als je dus bij Facebook klikt, dan als je op Facebook inlogt, dan kan je dus de game met meer more mass, dus hoe groot je bent. En als je dus kan je dus level up gaan, dat is ook heel leuk. Om dus steeds meer te krijgen als je begint. Dus dat ga ik even doen en dan zie ik jullie straks weer. En zoals je ziet, is het dus, ben ik nu level 1, ik heb 50 XP, ik weet niet hoe die XP, ik denk door cellen op te eten, want ja, je noemt het wel het spel om te gevallen, maar je bent eigenlijk cellen, en dan ga je alles andere cellen opeten, zodat het groter wordt. De meeste mensen kennen het, dus zullen we maar snel beginnen, en wij gaan natuurlijk Nederland zijn. En dan beginnen we. Nou, dan gaan we eerst maar gewoon met de kleine balletjes gaan. Nee, meneer. Dacht het even niet. Oh, ik heb een XP. Ik heb nog meer XP gekregen. Nou, dat was best zo. Stel je voor. Je bent het zelf. Je wordt ter wereld gezet. Lekker 9 seconden ben je levend. Echt, ik heb ervoor genoten. Nou, dan gaan we lekker beginnen met, kijken, waar zullen we nu mee beginnen? Dacht je van, ik heb wel een paar skins, gewoon Earth. De aarde neemt de hele wereld over, want ja, de aarde is de hele wereld, haha. Dus als iemand deze wereld overneemt, dan dat je de wereld overgenomen. Shanique met de steen. Volgens mij is het de steen. Ik zag ook echt hele coole dingen langs gaan. Ik zag de president, volgens mij is het een president dat Duitsland heeft. Die zag ik langskomen. En dat was echt heel mooi gedesigned. Koningin, dat is wel een koningin van Engeland, dus wel van Engeland, die van Amerika, die heeft natuurlijk een pana. Dat is inmiddels 104, chili. Of dat chili, hè? 8. Nee, ik ga het niet pakken. Niet net, bro. Ja, dat is hier. Ga gewoon even de kleine balletjes eten. Maar dat zag ik ook helemaal. En als jullie een skin weten, dan kunnen jullie ook die in de reacties zetten. En dan kan ik die de volgende keer spelen. Ik ken er een paar. Die zou ik ook gewoon zelf doen. En is deze aflevering ook. En dan gaan we gewoon even kijken of we komen. Ik zit in de... ja, kijk die. Oh, die is hier ook. Dat is Obama. Ik pak op... Obama insluiten. Obama. Ik pak je. Obama. Ik heb zin in Bami. Obama. Mag ik? Ik heb Obama. Zo. Als ik Obama kan hebben, kan niemand mij tegenhouden. Niemand kan mij tegenhouden. Ik ben oppermachtig. Ik spit. Yes, ik ben weer bij elkaar. 309, lekker hoor. En als je daarna gaat, dan heb ik de eerste 9 seconden. Frankrijk. Volgens mij kan ik Frankrijk net niet. Of je net wel. Ik heb... Weet je... Je moet gewoon... Geen tijd besteden aan Frankrijk. En anders... Ach, de zwarte bal is leg. Dat is niet racistisch, maar je mag het niet als laatste doen. Ja, ik ga je inzet. Nee. Sanique. Hey. Oeh.
Die opperredding is hier hoor. Het is hier mogelijk. Het is hier gewoon hoor. Het is gewoon mogelijk. Dat doe ik heel vaak, als ik dan gewoon verpakt word. Die stomme Sonic. Ik weet wel dat jij bent. En het is best wel cool. Als Sonic 9, maar dat is maar niet deze Sonic. Hij heeft nog een broertje erbij. Niet echt handig, jongens. En dat is best wel cool. Volgens mij, ik zag net een eentje van Crabblekop. En ik weet niet of het een echte Crabblekop was. Maar het was een Crabblekop. Best wel cool. Dus ja, voor de mensen die nog geen Crabblekop hebben, dat is een Nederlander, maar die doet het in het Engels. Maar dit is gewoon Europa. Dus hij kan ook geen van die zijn. Ik zou het niet weten, maar anders is het best wel cool. Nou, we gaan hem insluiten. Het is mogelijk om in te sluiten. Het is mogelijk, Voor mij stopt niet de rand. Nou, nee. Nog een adem. Dat is een tactiek ter tactieken. Dat trap ik dus echt niet in, mannetje. Kijk, dat is natuurlijk als je dat zo doet, dan gaan ze daar naartoe. En dan kunnen ze helemaal pakken. Oké, ik faalde. Stomme punt. Precies punt. Punt maakt me gewoon genoeg. Het is gewoon nog genoeg. Frankrijk, nee. Ik zit die Franse. Ik heb gewoon geen tijd aan te besteden. Nee, per. Oh, wacht. Maatjes! Zijn er maatjes? Maatjes? Tactieken. We hebben geprobeerd. Nee! Oh, toch wel werkte. Ik dacht dat het cool was. Ik dacht dat het mogelijk is. Frankrijk staat niet eens in de TikTok 10. Pop Rock. Op is dat vierde. Het heeft gewoon een hele leger van pops. Pop. Moet even weer bij elkaar komen. Kijk, wat kan ik dit doen? 4711. Oh, dat is nog 20 geworden. En dan niet meer. Maar ik hoop trouwens wel dat ik. Want. Wat ik genoeg. Oh, dat is mijn kat. Die komt heel vaak en gaat ze zuiken. Zullen we dan straks even stoppen en met naar buiten laten? Het wordt zo tijd. Maar nou doen we dat nog niet. Oh, de Duitsers. Een Duitsen! Dat is een real S, dat kun je even Duits. Volgens mij kan ik die net niet. Nou gaat iedereen er naartoe. Oeh, dat was wel. Nee, Obama is terug! Obama wil vragen, oh nee. Hij gaat waarschijnlijk op de andere wereld af. Yeah, undercover wereld. Voor mij is mijn gasper. Een punt. In plaats van in. Misschien. Italië weet ik het. Het is anders. Ik ben gewoon eventjes anders. Ik ben wel gelijk mezelf, maar nou anders. Maar dat is niet verkeerd. Zij is de Duitsen. Duitsen, is het mogelijk om de Duitsen te krijgen? Wow, dat is ook best een goede tactiek. Als je namelijk eigen spits, dan krijg je de twee, maar die zijn wel wat sneller. Oh, dat is mijn kat. En je, als ik door blijf zeiken, ga ik even eruit halen. Zie ik dit dan straks. Nu moet ze nog even wachten. Blijf lekker door zeiken. Doe je ding. Oeh, ja, krijg ik. I got you. Ik ga eventjes mijn kat eruit halen. Dus ik blijf toch wel door zeiken. Dus. Welkom terug.
Ah, ik had het naar buiten gewijd, maar dan was hij weer terug. Ja, nee, nou kun je me niet pakken. Nou kun je me niet pakken, meneer. Oké, ik haal eruit. Tot straks. Nou, stomme kat al, kat uit. Ik ben blijkbaar gepakt. Volgens mij tot die blauwe daar linksonder. Ik ben trouwens niet... Bijna, nee, ik ben wel vierde. Dus ik krijg best wel veel XP. Dan kijken we van met wat we nu beginnen. En dan doe ik nu dat. In elk spelletje is het er. Dus ook in Akario. Natuurlijk. Met wat begin ik nu? Met 17. Met wat begon ik dan anders? Ik vind het wel cool dat ze dan toch nog zo'n level ding hebben. Gewoon als je nu echt iets van level 10 bent of zo. Dat je dan echt, weet ik het, dat je dan eigenlijk best wel goed begint. Ik bedoel het zo. Peter. Hey Peter! Dat is een hele oude reclame, ik vind het toch leuk. Goed. Je hebt de juiste keuze gemaakt, Peter. Je moest me niet doden. Ik ben namelijk Dots. Dots neemt de hele wereld over. Dus die mag je niet doden. Volgens mij stopt hij het rand. Haalbaas? Nee. Nee, mis. Nee. Oh. Bijna zielig. Nou, we gaan toch één keertje proberen. Goed gelukkig voor die laatste keer. En even kijken. Wat gaan we dan doen? Even kijken. Moet je wel even continueren doen. Ik denk wel als ik opneem dat je dat wel moeilijker doet. Het is niet dat mijn computer zo slow is. Ja, mijn computer is zo slow, maar daar houden we gewoon weer over op. Als ik opneem, dan gaat hij wat langzamer. Maar we doen die Planet Computer Games. Gaat hij ooit schrijven? Een woord te schrijven, dat woord. Als ik op de toetsenbord ram. Ram. Rammen. Rammen we? Ik zie jullie straks als het weer goed is. Bye, tot straks. Welkom terug. En ja, hij crashte. Tenminste, ik weet niet. Hij deed iets van raar, was op een wit scherm, dus ik heb hem al afgesloten en licht erop gedaan. Alleen toen zag ik dus. Ik ben wel nog, ik moet niet opnieuw inloggen bij Facebook. Maar nu beginnen we weer bij level 1. We kunnen misschien iets van de challenge doen, dat we level 5, level 10 moeten zijn. Weet ik niet. Maar wat jullie ook zien, dat ik teams heb gedaan. En ook gewoon nog wat werk voor de laatste keer. Voor degenen die het niet weten, de laatste keer dat ik het gespeeld heb, werkt het zo. Met een goed team, een groen team, een rood team en een blauw team. Je wordt gewoon willekeurig in het team gezet. En stel je bent rood, dan kunnen de rode jou niet opeten. Dan zit je dus in het team. En de blauwe en groene, dat werkt zoals Free for All. Maar de blauwe en groene, die kunnen jou dus opeten. Maar jij kan hem ook opeten. Maar de rode, dat is gewoon een team. Dus we gaan hier gewoon. Waarom doet hij dit? Ja, lekker. Oké, die planet. Wat zou het zijn? En dat is natuurlijk computer games. Ik denk nog wat. Ik weet niet wat er aan de hand is met hem. Gaan we gewoon nog lekker werken voor de laatste keer. Ik zie jullie straks als het gelukt is. Tom en Nigel. Ik zit het hele tijd op die knop te rammen. Blijkbaar kan je niet verder. Dus je kan niet meer dan planet om. Dus weet je wat we gewoon doen? De geweldige afkorting van mijn kanaal. Van de planeet KG. Dus dan gaan we. En nog. Wat de fuck is er nog? Ik heb het gewoon gebeurd voor het. Even wachten. Blijkbaar had iemand waarschijnlijk een zusje. Had mijn netwerkkabel eruit gehaald. Ik doe het namelijk nu met breedbandverbinding. Dat vind ik fijner, omdat je nog gewoon goed internet hebt. Dus we gaan gewoon lekker doen. Ik heb het geklikt. Oké. Dat is een groen.
Alessandro, die Spaanse man. Nee, help je bro. Nee, want je bent blauw. Oh. Ik ga nog een keer. Ik ben een KV, je moet gewoon de wereld opnemen. Dit werkt dus heel anders. Alleen dit is wel irritant. Je wordt altijd in de 10 getild. Zoals je wordt nooit in de beste 10 getild. Of in de 2 of altijd in de 3. Altijd. Nou, je kan niet zien hoe goed het staat in het begin. Dat is bepalen. Maar we zijn nu gewoon de slechtste. Er zijn ook gewoon ontiegelijk weinig groene. Kijk, hier heb je groene. Weet je, als je deze kant op gaat, dan zie je groene. Wow, als je zoals gewoon er naartoe gaat, pot je gewoon tegen elkaar op. Ik heb het dan gewoon top in mijn heen ofzo, weet ik het. En dan pot je gewoon tegen mijn top. Ja. Ja, het is niet mijker als je door iemand mee kan gaan. Echt de realiteit. Oh, ik kan Andrea. De jacht op Andrea. We gaan gewoon de hele tijd achter haar. Dat is gewoon de jacht op Andrea. Volgens mij gaan ze meer dingen pakken. Of ze gaan een vriendje halen. Het is mij samen. I get you. Maar, ja, nou ben ik goed van haar. Nou, zij goed van mij. Andrea. Dit. Nee. Andrea is volgens mij groter dan mij. Ik moet nu gewoon even hier me pakken. Ik moet dat aan de vloer kijken, anders mag die niet pakken. Ik moet dat aan de grote met de maag. Die destroyer, ja dat merk ik. Holy shit. Weet je, afgelast. Wat zoek nou nog iemand. Ik stop deze aflevering niet. Totdat we jacht hebben gemaakt op iemand en dat gelukt is. De jacht op koerschoot. De jacht op koel. Met cool man, we pakken die koel. Yo cool. Yo man. Yo. Kom aan, grote wezen. Jacht. Op cool. Pak hem echt niet. Die blauwe, die zit er met zoveel. Help je bro. Nee. Wat ben ik hem kwijt? Wat pa? Nee. Toch dat echt niet. Dus wij kunnen hier in verschuilen. Onafvallend. Oh. Oké, en we gaan oké. Nee. Oh. Weet je, de eerste aflevering lekker gewoon groot. We gaan nog één keer proberen. We moeten gewoon op iemand jacht hebben gemaakt. Maar dat doen we dan wel gewoon bij Free for All. Want echt die blauw die overwinnen, dat is niet normaal. Die komen met al die groepen. Die plannen KG. Dan gaan we gewoon één iemand opzoeken die wij kunnen hebben. En die gaan we gewoon pakken. En daarvoor gaan we ook gewoon niet de aflevering stoppen. Of misschien dat ze met Eddie hier werken of de werking is ding. Maar hey. Boeien. Dat heb ik al over. Ga wel ondertussen gewoon YouTube filmpjes kijken. Vind ik het. Ik ben ook gewoon met die YouTube filmpjes kijken. Ik ben niet iemand die gewoon gelijk hun tijd meer. Maar ik ben natuurlijk bezig ben. Maar gewoon. Ik moet het wel eigenlijk kunnen hebben. Ja, natuurlijk gezellig. Oké, YOLO. YOLO 87. Ik ben zoveel keer geprobeerd. De bouwen gaan van jou. YOLO. Je moet gewoon nooit voor YOLO. Want ja. Je lief. Dat is de you only live once. En als je op maal zit, ja, dan doe ik het ook. Oké, YOLO heeft het gewoon overleefd. Ik kan niet meer pakken. Tot vandaag dat die muziek. En daar zijn we weer. Het is namelijk dat ik om elke 10 minuten overnieuw moet doen, omdat ik voor Bandicam. Dat is onze doelwit. Dat ik wel onze bodycam maar 10 minuten met proefvesten kan. Maar we gaan jacht maken op Allianz. Die Allianz is van mij. Level 35 I'm Pro. Wow. Nee, oké. Weet je, misschien. Helpt.
Wat helpt? Weet ik, ga gewoon een strijd kwijt. Ah. Oeh. Ah. Oké. Okay. De jacht. De jacht op het naamloze. De jacht op het naamloze balletje. Ja, dit was heel tof van jou, meneer. Aho. Nee. Nou. Oké, onze jacht op Aho van met Aho op Allianz, YOLO, op hier dan ook. Onze jacht is gefaald. Dus de volgende keer gaan we proberen om die dag door te zetten en koning van Tegepallen te worden. Dus ik wil jou bedanken voor het kijken van deze video. Ik zie daar even heel mooi poeting. Als jij dit zag, moet je het even terugvinden en dan moet je even naar de linkerkant kijken, want dat was echt grappig. Maar druk even de like button op als je het leuk vond. En wil je meer zien van Arcario? Ik heb ook nog Pecan met commentary. Daar is weer Poetin aan de rechterkant net. Poetin. En er komt ook nog Minecraft en Happy Wheels ga ik ook nog doen. Dat is een van de series die ik doe. Dus, en wil je me volgen op Facebook, Twitter, Instagram? Dat heet allemaal gewoon Computer Games. Bij Facebook, zoals je links ziet, heet het Nightshow Dashboard. Maar als je op mijn site wilt komen, zet allemaal in de beschrijving. Moet je gewoon normaal gewoon facebook.com/computergames. En dan hoop ik jou te zien bij de volgende Arcario aflevering. Dus bye bye, 8 mensen.